meisjes, het is echt super leuk hier op de Sparta Familiedag. Ik heb echt al van alles gedaan. Suikerspinnen en op de springkussens en leuk de foto met Sparta Piet. Het is echt geweldig. Hartstikke leuk. Kom allemaal. Of is het niet live? Jammer. Kom volgende keer ook. Doei. Een goede tip, want zeker voor de jonge Spartaantjes was er veel te doen op de familiedag. Sumo worstelen. Knutselen. En op de foto gaan met de spelers. Vooral een foto en handtekening van de nieuwe held Ragnar Agge. De spits uit eigen kweek is in trek. Sparta presenteert bij de familiedag ook de nieuwe spelersbus. Die is nog niet helemaal af, maar de selectie is er toch blij mee. Ja, ik heb even laag in mijn stoeltje gezeten en mooi overzicht. Ziet er fris uit. En genoeg ruimte, hè? Ja, nee, tuurlijk. Dat is... Er moet iets mee terug altijd. Ja, nee, ja oh, dat bedoel je. Ja, daar is ruimte zat voor. En we hebben ook een flinke selectie, dus iedereen heeft zijn eigen plekje en de puntjes kunnen er ook bij. En zo is de sfeer prima op de familiedag van Sparta en heeft iedereen rondom de club een leuke dag bij het kasteel. Ook voor de spelers is het allemaal aardig, maar het allerleukste zit hem natuurlijk toch in hetgeen in het voorprogramma plaatsvond. Ja, de wedstrijd. Ja, tuurlijk, dat blijft het allerleukste. En die wedstrijd verliep prima voor Sparta tegen het Duitse SV Meppen. Een tegenstander uit de dritte liga, het op twee na hoogste profniveau in Duitsland. En het krachtsverschil is eigenlijk van begin af aan toch wel duidelijk. Muren die de bal krijgt, de voorzet geeft en Agge met het hoofd. Hij deed het tegen NAC in de Eredivisie. En hij gaat lekker door met het scoren van doelpunten. Dat jonge talent krijgt de handen weer op elkaar. Sparta drukt in diezelfde eerste helft nog door. Met de nieuwe back Holst die aan de bal is, opnieuw Muren. Precies op tijd gelopen. Door Ragnar Agge, dat is slim gedaan, dat is goed gedaan en dit is uitstekend gedaan. Als je het dan vervolgens ook nog eens afmaakt. Uitstekende actie van die Ragnar Agge. En ook de voorbereiding van Robert Muren mocht er natuurlijk zijn. Heel veel wissels dan in de rust. En dat zorgt voor een wat rommelige openingsfase van de tweede helft. 9 spelers maar liefst die erin kwamen. Maar uiteindelijk komt Sparta ook in die tweede helft weer op stoom. Mooie bal richting Muren. Doelman komt uit, maar is te laat. En Muren tilt hem heel leep, heel behendig over de keeper heen. En zorgt er zo voor dat Sparta een 3-0 voorsprong neemt tegen de SV Meppen. Wederom zo'n steekbal door de as heen. Het is wel heel matig verdedigd. Muren opnieuw, keeper met de overtreding. En de scheidsrechter kan niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Het blijft nog bij geel. Het is immers een oefenwedstrijd. Waarom zou je met rood gaan strooien? En Thomas Verhaar, hij pakt het cadeautje uit voor Sparta. En schiet de 4-0 binnen. Daarna een fase dat het even minder is bij Sparta. Dat de ploeg het wel heel erg laat lopen. Hoewel de wijze waarop de 4-1 zometeen tot stand komt. Ja, er komt een tegendoelpunt aan. Die geeft toch wel te denken. Want Alex Kranings gaat hier wel heel laconiek om met deze situatie. En uiteindelijk is het Marius Kleinsorgen die kan profiteren. Van de blunder kan er niets anders van maken. Van de reservekeeper van Sparta. De man met een Real Madrid verleden. Alex Kranings laat dat hier even niet zien. Amper een minuut later leidt Sparta eigenlijk direct na de aftrap opnieuw balverlies. En dat levert Meppen de volgende kans van de wedstrijd op. Sparta verdedigt niet goed bij die steekbal. Die uiteindelijk binnen wordt gefrommeld door David Vrzogic. Binnen een minuut tijd 2 tegendoelpunten voor Sparta. Deze Kranings baalt toch zichtbaar van die onnodige fase waarin Sparta wat tegendoelpunten weggeeft. En dus moet die ploeg van Pastoor orde op zaken stellen. Moet het weer wat gaan laten zien. Thomas Verhaar aan de bal. Kan hem meegeven op de mee opgekomen bek. Maar kiest ervoor om zelf de voorzet te geven. En dit is een knappe kopbal hoor. Hij lijkt wel even stil te hangen in de lucht. Die Dalibor Volas. Maar het doelpunt kan ook niet verbloemen dat het vooral de middag was van Ragnar Agge. Die een claim legt op een basisplaats bij Sparta. Ja, nou, dat doet hij zeker. Hij pikt de dingen hartstikke goed op. Dus dit beschouw ik ook als een sollicitatie. Ja. En toch krijgt Agge er nog meer concurrentie bij. Sparta versterkt zich 2 dagen na de familiedag met Nick Proswitsch.
een transfervrije Duitse aanvaller die nog wel helemaal fit moet worden. I trained with like personal trainer and on myself. My last team training I had in the end of April, so it will take a couple of weeks till I'm like on the same level than the team is now. And but like I'm willing to work hard and do my best that like it goes as quick as possible. Voorlopig heeft Agge dus nog weinig te duchten van deze Proswitz. Zeker niet als die blijft scoren en blijft presteren zoals hij dat nu doet.